Dier en Vriend TV wordt mede mogelijk gemaakt door Veluwe en Petplan. Welkom dierenvrienden bij weer een nieuwe aflevering van Dier en Vriend TV. En ditmaal weer vanaf de Haagse dierenambulance. Nancy die deed echt de uiterste best om een kat op schoot te laten zitten. Nancy, dat ging lekker hè? Ja, maar hij is nog jong, dus hij mag wegrennen. Oké, nou we laten hem zo dadelijk uiteraard weer aan u zien. Een van de prachtige katten die weer een baasje zoeken. Maar eerst, een tijdje geleden ben ik hier geweest. Het is inmiddels alweer 4-5 weken. Maar ik geloof dat er heel veel gebeurd is in die tijd. Ja, we hebben inderdaad een aantal katten geplaatst, gelukkig. Waaronder ook Amigo, die hier best al een tijdje zat, die we bijna niet konden plaatsen. Gelukkig heeft iemand hem gevonden, was liefde op het eerste gezicht. En die had zoiets van, die wil ik. En ze heeft hem gelijk mee naar huis genomen. En Barbie ook, hè? Ja, Barbie ook. Daar heeft een vrijwilligster van ons heel erg veel voor gevraagd en dingen. En die is met een collega van haar mee naar huis gegaan. En het gaat echt heel erg goed. Ja, ik las het inderdaad in de nieuwsbrief. Nou, echt helemaal super geweldig. Was er alleen, ja, er zijn ook nadelen. We hebben een hoop voordelen, maar ook één nadeel. We hadden Frostan samen met Fiep geplaatst en dat ging niet zo goed. Hè? En Frostan zit hier weer. Ja, Frostan zit hier weer. Hier zo in de tuin ging het hartstikke goed tussen die twee. Er was helemaal niks aan de hand. Ze komen bij die mensen. Ze zaten daar nog maar heel kort. En helaas heeft Frostan Zwiep dus aangevallen. En omdat ze erover dachten om toch nog een andere kat erbij te nemen, hebben ze Zwiep gehouden en Frostan teruggebracht. Oké, nou dat is heel duidelijk, want wij zitten deze week natuurlijk bij de Dierenambulance Den Haag, maar volgende week ook. En dan willen we toch heel graag Frostan nog een keer aan u voorstellen. Maar dan stel ik voor, dan gaan we nu met de katten van deze week beginnen. 1 week voor kerst. Nou, met een beetje geluk, zo dadelijk bij een eigen kerstboom thuis. Warsawski was geloof ik, als ik het goed uitspreek, de eerste kat. Ja, Warsawski die zit sinds januari dit jaar bij ons. Dus we hopen die eigenlijk nog deze maand te kunnen plaatsen. Want anders zit hij hier alweer een jaar en dat is best wel lang natuurlijk. Hij is al eerder in de uitzending geweest. En daarom hebben we zoiets van, we willen hem toch nog een keertje in het zonnetje zetten. Het is een gecastreerde kater. En we denken dat hij ongeveer 4 jaar is. In het begin heeft hij nog wel wat problemen gehad met mensen. Dan vond hij alles toch nog eng. Het gaat hier al echt een heel stuk beter. Hij is steeds liever, komt steeds meer naar het hek toe. Het is alleen wel zo, het is een kat die niet gedwongen wil worden. Met andere dieren, andere katten en zo, hoe gaat dat? Nou ja, gaat bij ons alleen naar buiten. Het is niet echt duidelijk of hij met andere katten kan. Dat moet toch gewoon blijven proberen. Honden vindt hij niet echt leuk. Oké, en de gezondheid? Moet ik even kijken. Nou, hij heeft volgens mij uit mijn hoofd geen dieetvoer en ook geen medicatie. Nu gaan we verder met een klein poesje. En daar zit in ieder geval wat schildpad in. Dat is het enige wat ik weet. Maar Nens, jij kan weer de mensen thuis hier alles vertellen over deze kleine poes. Ja, dat is onze Kiekje. Moet ik even denken. Augustus is ze gevangen door een zwerfkat. Want ze liep dus op een zwerfkatlocatie. En we konden wel dingen met haar doen tot een bepaalde hoogte. En toen ontplofte ze gewoon, zoals zwerfkatten wel vaker doen. Dus toen hadden we besloten, we laten haar helpen en we zetten haar weer terug. Alleen mevrouw die ze dus voerde, die ging bellen van, joh, ze is niet ziek, echt heel erg beroerd. Dus dat hebben we weer opgehaald. We hebben haar hier zo in het hospitaal gezet. Medicatie gegeven en op een gegeven moment stukje bij beetje ging het steeds beter. En we konden ook merken dat er dus ook veel met haar gedaan werd, want ze was een heel stuk liever als in augustus. Leuk is dat, hè? Als je zo'n bang dier zo lief ziet worden. Ja, precies. Het is alleen nog wel zo, ondanks dat ze dus zo lief is, als je iets te snel bent of er gebeurt iets waardoor ze schrikt, dan zit ze dus gelijk op het plankje. Dan moet ze gewoon heel even met rust gelaten worden en dan komt ze gewoon weer naar voren en dan kan je gewoon weer alles met haar doen. Zij moet gewoon ergens een lekker huisje hebben waar ze alle aandacht krijgt, alle liefde en dan heb je er waarschijnlijk helemaal een knuffeldoos aan. Ja, absoluut zeker weten, want ze is gewoon echt zo erg opgeknapt sinds dat ze gevangen was. Dat we gewoon echt zoiets hebben van, nou die kunnen we zeker weten plaatsen.
Oké, en kun je me vertellen of die bij andere katten, bij soortgenoten kan? Nou, er staat op de lijst bij ons dat we nog moeten proberen hoe ze reageert buiten. Want dat is natuurlijk per kat verschillend. Dus we zijn bezig met kijken hoe ze buiten is en of ze inderdaad met andere katten kan. Oké, en de gezondheid? Ze heeft geen dieetvoer en ook geen medicatie verder. Dus ja, dat zit goed. En dan is het nu tijd voor Plukje, als ik het goed heb. Nou, helaas bijna, Plukkie. Ja, zit toch aardig in de buurt? Ja, zit zeker aardig in de buurt. Plukkie hebben we binnengehaald omdat ze dus allergische reactie over heel de lichaam had. Door middel van dieetvoer en medicatie hebben we dat gelukkig goed kunnen krijgen. En de medicatie krijgt ze nu niet meer. Ze zit alleen nog wel op de dieetvoer en waarschijnlijk moet ze dat voor de rest van haar leven blijven krijgen. Nou ja, goed. Dat zijn niet de ergste dingen natuurlijk. Hoe is ze sociaal? Het is echt een schat van een kat. Zodra je het hok open doet, heeft ze zoiets van... Hey, mensen! En dan gaat ze knuffelen. En andere katten? Dat zijn we nog aan het proberen, want ze zitten nog niet zo heel lang in deze ruimte. Dus we zijn volop aan het proberen of ze inderdaad met andere katten kan. Ik heb wel gemerkt dat ze honden niet leuk vindt. Zijn er toch meer? Ja, dat zijn er zeker weten meer. Maar zij heeft deze zoiets van, nou, honden echt niet. Want dan, ze gaat echt brommen en een hoge rug. En de volgende kat, lekker jong, lekker speels. En een heel bijzonder verhaal. Ja, dit is Heri en het is een groepje van drie. Dat zijn Heri, Beri en Veri. We hebben ze opgehaald bij het politiebureau. Mensen hadden ze gevonden in een mandje en ze zaten onder de rare plekken. Dumpers? Ja, waarschijnlijk wel. Omdat ze verdacht werden van schimmel hebben we ze hier in het hospitaal gehouden en de testen opgestuurd naar Utrecht. En na 2,5 maand apart in een ruimte te moeten zitten kwamen de testen gelukkig negatief terug. En ze zien er nou zo prachtig uit, hè? Ja, zeker weten. En ze zijn hartstikke druk. Dus we zoeken heel gauw een huisje voor ze waar ze lekker hun energie kwijt kunnen. Want hoe oud zijn ze eigenlijk? Wij schatten ze uit juni van dit jaar. Nou ja, het zijn dus ongeveer nog min of meer kittens te noemen dus. En nou ja, speels, gezond nu helemaal allemaal top. Ja, ze zijn inderdaad gezond. Ze zijn nu kitten af, het zijn meer halfwasjes. Dus ze zitten echt tussen de kitten en de volwassen katten in. Nou, kijk nou eens achter je, dat is er al een kitten als je dat zo ziet, zo speels. Ja, gelukkig klimt hij nog net niet in de kerstboom, dus dat scheelt wel. Dat is geen belofte mensen thuis, want er is grote kans dat hij echt ook in de kerstboom gaat klimmen. Maar we hopen natuurlijk wel dat hij hem toch voor die tijd gaat halen. Ja, zeker. En al zouden ze met z'n drieën samen geplaatst kunnen worden, zou natuurlijk helemaal geweldig zijn, maar het is niet een vereiste. Oké, want dit is de helemaal zwarte. Hoe heet die nou en hoe heette die andere? Dan kan de kijkers een beetje uit elkaar gaan halen, want ik kan het al bijna niet meer. Nee, nou, dit is Heri, die is dus die hele zwarte. Veri is de zwart-witte met het meeste wit. En dan Beri, ja, die is ook wel zwart-wit, alleen je ziet het verschil echt wel. Zit er een beetje tussenin allemaal. Nou ja, naar buiten, naar binnen, daar valt eigenlijk weinig over te zeggen, denk ik, hè? Nou ja, als ze genoeg ruimte hebben, als ze lekker kunnen rennen en vliegen, dat zou wel fijn zijn voor ze. Na deze mooie drie kittens gaan we natuurlijk zo dadelijk verder met het asieldier van de week. U heeft al een voorproefje, een prachtige rode kater. Tenminste, ik ga ervan uit, in ieder geval, het is bijna altijd, maar dat gaat Nancy zo dadelijk vertellen. Uiteraard gaan we nu eerst verder met de vermiste dieren en dierenambulance on the road. En ik moet nog even één dingetje kwijt. Ik kreeg toevallig net vandaag een mailtje van de eigenaar of eigenaresse van Bobo. Een katje die ook alweer ruim 2 maanden vermist was uit de Schilderswijk. En die is terecht en die mensen zijn ook weer dol en dol gelukkig. Dat is ook de reden dat we soms de katten wat langer bij dier en vermist laten staan. Want voor slotverrekking, ze kunnen snel, maar er kan ook eens een keer een hele tijd overheen gaan voor ze gevonden worden. Oké, dan gaan we nu naar de vermiste dieren.
De vermiste dieren kunt u nogmaals bekijken op www.dierenvriend.tv. Hier kunt u ook vermiste dieren opgeven. In dit prachtige restaurant in Voorburg, daar kunt u heerlijk steengrillen en fonduen en tevens à la carte eten. En wanneer u nu na de maaltijd een heerlijk kopje koffie gaat gebruiken, helpt u daar ook nog de dieren mee. Ik doe mee aan Actie voor Dieren, gewoon omdat ik het een heel goed initiatief vind. De dieren in ons land die komen het een en ander tekort en dit programma die draagt daar het een en ander aan bij. Daar staan wij helemaal achter en wij willen daar gewoon iets aan mee gaan doen. En dat willen we doen door middel van een kleine bijdrage. De bijdrage is gewoon dat van iedere kop koffie die wij verkopen een euro in onze schatkist doen. De schatkist staat naast de kassa, dus als er nog mensen zijn die zeggen van nou, dat vinden we een hartstikke leuk initiatief, die kunnen daar gewoon iets bij doen. Uiteraard geheel vrijwillig, maar ja, wij vinden het sowieso een leuke actie en we hopen dat heel veel mensen komen die heel veel koffie gaan drinken en dat we een leuke bijdrage voor jullie hebben. Neem daarom na uw verrukkelijke diner een kopje koffie voor de dieren. En die kunt u natuurlijk drinken aan tafel, maar ook aan de hele gezellige open haard. En in deze aflevering van Dierenambulance on the Road ga ik als eerste mee met Nancy naar een melding van twee gekoppelde honden. En de politie wacht ons al op. Wie deze honden zijn, weten we dus niet. Okay. En uiteindelijk zijn ze hier beland en doen ze nou al de hele tijd wat ze nu doen. Het bleek dus te gaan over twee loslopende honden, een Stafford en een Pitbull, die inmiddels aan elkaar gekoppeld waren. Onze eerste taak is dan ook proberen de honden aan te lijnen en te wachten tot ze ontkoppeld zijn. Gaat al een beetje loskomen, zie je. En na een kwartiertje rust waren de honden gelukkig weer los van elkaar. De eigenaar van de Stafford is inmiddels bekend, dus dat is geen probleem meer. Maar de Pitbull, die inmiddels ook zwanger is, daar is geen eigenaar van bekend. En er zit dan ook niet anders op deze zo snel mogelijk te brengen naar het dierenasiel en te hopen dat het baasje zich alsnog zal melden. En de volgende melding is een melding van een kat die over straat zwierf en die mensen tijdelijk even hebben opgevangen. Ja. En wij zijn net terug van vakantie en wij hebben zelf katten, dus iedereen had ons hier zo in de bellen aan van ja, er loopt weer een kat te mouwen, dus ze is s'nachts ook al binnen geweest. En niemand weet nee, waar die er hangt ook helemaal, ook voor mij een hele onbekende kat, maar ik vind ze zielig. Ze heeft, en ze is heel lief voor de rest. Ja, ze had gewoon honger en ik denk, ja, ik kan er wel weer in huis gaan. We hebben al twee aanlopers, dat dus hebben we er gevangen. Nee, ze is misschien mee wel gechipt. Ze dood doen aan mij. Ik ben bang van niet. Nee. Ik zou nog een keer doen. Ze loopt hier sinds verleden week rond. Ja, het kan natuurlijk zijn dat ze helemaal van een andere kant afkomt natuurlijk. Omdat ze bijvoorbeeld met een auto meegereden is of weet ik wat het allemaal. Dus, ja. Ik hoop dat het baasje terugvindt. Ja, wie weet. En anders gaat ze door naar het asiel en binnen twee weken hoop ik weer dat ze in de herplaatsing gezet wordt. Er zijn er nog zoveel. Ja, er zijn er genoeg. De hond, weer een erbij. Ja. Nou, schatje. Het is die beestje. En omdat deze mooie witte kat niet te identificeren viel, zat er voor ons niets anders op dan hem mee te nemen. We nemen eerst eventjes mee naar de basis en dan zullen we hem de eerste verzorging geven en daarna gaat hij door naar het asiel. En natuurlijk krijgt deze kat op de basis eerst even alle liefde en aandacht van Nancy, zodat hij weer heerlijk tot rust kan komen. En ikzelf ben inmiddels overgestapt in een andere wagen voor de avonddienst die Hugo draait. En onze eerste melding was een heel ernstig gewonde duif. We gaan kijken of, of ze bij de vogels hier nog, ze nog wat mee kunnen. Oké. Tof.
Maar dat is, het is wel behoorlijk, behoorlijk voor ons. Dus moeten we even kijken. En als hij nou in de loop van de avond verslechtert, dan brengen we hem alsnog naar dierarts. Krijgt hij toch een spuitje. En nadat we deze ernstig gewonde duif naar het vogelasiel hadden gebracht, kregen we gelijk weer een nieuwe melding. En dit was alweer een kat die was gevonden op straat. En waar was die gevonden? Dr. Lelykade, hier in de haven. Ja. En we waren de honden aan het uitlaten. We hebben 202 katten hier. Anders wilden de jongens hier maar houden, maar dat kan gewoon niet. Nee, het kan. Hij is misschien ook wel vernieuwd. Ja, zo is dat. Ja, maar ik heb ergens gebeld. Ja, Tristan? Ja. En niemand deed open en ik dacht, we kunnen er niet gewoon... Het is jong om over straat heen te zwerven. Nee. Ja, nee, dat is, en het is als het zo oud zou zijn als dit en echt al het hele leven, dus al 5 maanden over straat te zwerven, dan zou het absoluut zo lief niet zijn. Zou het echt een monster zijn al. Nee. Dus dit is absoluut eentje die ontsnapt is ergens uit huis of misschien uit huis gezet is, maar daar hoef je niet vanuit te gaan natuurlijk. Nee. Maar we gaan ook even kijken of hij gechipt is. Wat vaak niet het geval is, hoor, met zulke jongen. Heel lief bezig. Ja. Je ziet er een aan de voorkant. Ze is prachtig. Ga zo. Ze heeft ook geen chip. Ik heb gekeken, maar ze heeft geen chip. Is er een goede kans dat zij adopt? Ja, zeker. Kijk, ze mankeert op het verder ook niks. Ik heb gekeken ook zeg maar naar de. Ze is een beetje knorrig, maar ze heeft ook geen, hè. Maar net ging ze ook een paar. Ze loopt goed en ze is. Ik bedoel, als ze komen niet hadden, denk ik dat ze een goede toekomst. Nee, kijk, het is verder een gezond katje, dus die gaat naar het dierenasiel. En daar heeft de eigenaar 2 weken tijd om hem op te halen. Oké. En als die nu opgehaald wordt, dan is het na 2 weken plaatsbaar voor iemand anders. Dus als je interesse hebt, dan mag van je. Met deze prachtige kitten, die we natuurlijk nog even naar het asiel gaan brengen, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Dierenambulance on the Road. Volgende week een hele spannende aflevering, namelijk een gevonden slang in Wassenaar. Dit was dan natuurlijk Dierenambulance on the Road voor deze week. En volgende week gaan we trouwens toch nog een keertje komen met Lucky, het kleine katje, het motorkapkatje. Maar dan met het verhaal hoe het is afgelopen met Lucky. Maar jij zou dus nu een kat gaan voorstellen, asieldier van de week. Maar... ik zie geen kat. Bellen, kom eens hier. Ja, zo gaat dat altijd, hè. Maar, oh kijk, het lukt je ook nog. Tuurlijk. Hij luistert naar je, het is geen hond. Jawel. Nee, Pelle, dat is een hele lieve gecastreerde kater. Hij houdt gigantisch van aandacht. Alleen, hij heeft nu zoiets van, er gebeuren allerlei rare dingen, dus hij moet op onderzoek uit. Dus zo is hij er en zo gaat hij weer. Ja, oké, maar het is inderdaad zo spannend. Je hoort allemaal gekke geluiden. Komt in een ruimte waar hij nog nooit is geweest. Want wij zitten lekker in de hal bij de kerstboom. Nou ja, gezelliger kan het niet uiteraard zo vlak voor de kerst. Maar deze kat die wil ook heel graag met de kerst een huisje. Ja, zeker weten. Pelle die zit alweer een tijdje bij ons. Hij had ook inderdaad huidproblemen. Dat hebben we gelukkig ook onder controle gekregen. Hij heeft gelukkig geen dieetvoer. Alleen hij zit wel op speciale ketone oil voor zijn huid. Of hij daar voor de rest van zijn leven op moet blijven, dat is even de vraag. Het is gewoon een ondersteunende olie, dus het kan geen kwaad. Ja, oké. Ik heb zelf wel eens met andere katten meegemaakt dat als een stresssituatie is, dat ze daar ook een soort schilvering van kunnen krijgen. En dat het als het weer rustig wordt, dat het helemaal over kan. Ik heb het in ieder geval persoonlijk meegemaakt, dus we zullen daar maar positief in zijn. Verder, andere katten, hoe gaat u daarmee om? Ik denk dat het geen probleem is. We zijn het gewoon allemaal aan het uitproberen. Het is natuurlijk best moeilijk, helemaal omdat het nu natuurlijk slechter weer wordt. Dan kunnen ze niet allemaal lang buiten blijven. Dus dan gaan ze met schoonmaak even naar buiten en dan weer naar binnen, zo om en om. Dus op het moment dat het mooi weer is, gaan we het gewoon proberen. Hij kan natuurlijk niet met iedere kat, maar dat is normaal. Dus ik denk dat het niet zo heel veel problemen gaat geven. Maar ik denk wat wel een probleem gaat geven. Ik hoop niet dat jij de kans krijgt om het nog te proberen als het mooi weer is. Want ik hoop dat hij dan nog bij iemand thuis zit. Ja, dat hoop ik ook. Dus wie deze kat wil hebben, heel graag. Bellen, kom eens. En de leeftijd, heb je die trouwens, die heb je volgens mij niet gezegd. En anders nog maar een keertje? Nee, we denken dat hij ongeveer 11 jaar is. Het is alleen wel zo, het is natuurlijk al een katje op leeftijd. En we hebben helaas een hartruis bij hem geconstateerd. Ja, oké, maar dat hoeft ook niet zo erg te zijn. Nou, kijk eens even. Hij weet ook precies zich te verkopen, want we wilden bijna afsluiten met deze prachtkat. Nou, hij loopt over en weer. Het is echt een mensenvriend. Het is echt een mensenvriend. Op het moment dat het hokje open gaat, heeft hij zoiets van... hey mens, kom, ik ga gelijk bij jou op je schouder staan, want dan kan je me niet missen.
Nou, het is helemaal zo, die kopjes gaan helemaal goed. Nou, lieve mensen thuis, u ziet het, een prachtige kat. We gaan nog eventjes naar wat beelden van deze kijken. En dan... Dit is nog nooit voorgekomen op televisie, maar dit kan... Ik hoef nog niet veel meer te zeggen. Oké, nou, ik ben, dit is... Hij houdt van kussen geven. Dit noem ik nou dierenliefde. Het is een hele maffe uitzending dit zo. Nou, ik ga er toch van uit dat deze heel snel geplaatst moet zijn. Ze dit zien. Ja, zeker. Geweldig. Een kat die zich verkoopt. Ja, zeker. Nou ja, mensen, zoals je ziet, hij houdt echt van knuffelen en kusjes geven. Dus ik zou zeggen, kom hem halen. Je hebt echt een prachtkat aan hem. Oké, ja Nes, ik wil ze dadelijk nog wat tegen jou zeggen, maar dat gaan we zo doen. Gaan we ook nog even naar een paar mooie close-ups van deze mooie kat kijken. Ik weet niet of ik nog normaal een beetje een woord tegen u kan zeggen, want dit is een ervaring, joh. Laat ik zo zeggen, we zitten een beetje aan het einde van het jaar, dus een beetje lol moeten we kunnen maken. Je weet trouwens ook dat we volgende week weer komen, als je dat leuk vindt. Ja hoor, ik vind het prima. Ja joh, nou, het is zo staan we eigenlijk helemaal bar gezellig. Maar ook even, want er komt natuurlijk binnenkort die vuurwerktijd aan. En dat ja, is voor een hoop katten toch wat stressgevoeliger, laat ik het maar zo zeggen. En ik weet dat jullie ook al in het verleden het gezichtsferomoon gebruiken. Ik mag even geen merk noemen. Dus ik wil jou graag zo'n gezichtsferomoon ook aanbieden. Dus, want de katten die hier in de kamer zitten, moeten natuurlijk wel rond de vuurwerktijd echt zich lekker kunnen voelen. En zij zeggen ook, het is voor gelukkige katten dus bij deze. En dat de katten in ieder geval lekker oud en nieuw in rust mogen doorkomen. Nou, dankjewel. En we gaan ze zeker gebruiken. Ja, je deed het altijd al. Ja. Je gebruikt het ook vaak therapeutisch, hè? Als katten wat banger zijn, toch? Ja, ja, dan is het alleen wel een spreetje wat we echt specifiek op de handdoek kunnen sprayen. Maar we hebben ook inderdaad de vullingen voor in stopcontact. Ja, oké. Okay. Nee, want dat is ook makkelijk voor in die handdoeken. Nou, oké, joh. Nogmaals, mensen thuis, het was weer een dolle uitzending. En ik geloof dat dat bijna tegenwoordig elke week zo is. Want we natuurlijk steeds vaker katten op schoot of in de buurt. Ja, en jij wilt toch even afscheid nemen natuurlijk van deze kat ook. Nens, jij onwijs bedankt. Ik zie je volgende week. En dan, ja, het is een beetje kort op. Misschien dat deze al geplaatst is. Nou, dan komen we misschien volgende week gewoon weer met deze, toch? Ja, zeker weten. Maar ik hoop dat als mensen deze zien, dat ze hem echt zoiets hebben van, oh, wat een schat, die nemen we in huis. Nou ja, het is gewoon een schat, u weet het. Nou joh, dus jij nogmaals onwijs bedankt. Lieve mensen thuis, ik hoop dat u het weer een leuke uitzending vond. En inderdaad dat al deze katten snel geplaatst worden. Volgende week komen we weer vanaf de Haagse dierenambulance. En dan hopen we dat de andere katten, die we laten zien, natuurlijk ook geplaatst worden. Onder andere met Frost dan, die arme kat die geplaatst was en teruggekomen is, omdat hij met Sweep niet helemaal overweg kon en alleen geplaatst wordt. Nou, het was weer een mondvol. Ik ben ook echt nu helemaal van, het was leuk, het was top, maar het wordt nu tijd om te eindigen. Graag tot volgende week. Geweldig! En u zult wel denken, waarom beginnen ze nou weer te lachen? Wij zeggen tot volgende week. En wat zegt de kat? Het was streng niet te horen, het geluid begon gelijk te mouwen. Oké, nogmaals, tot de volgende week. Dier en Vriend TV werd mede mogelijk gemaakt door Veluwe en Petplan.